Alle mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSPD War en morgen en vandaag gepad met mijn collega en natuurlijk Wim in deze ambulance van Rotterdam Rijnmond. Gemaakt door Lars L en Wandertje. Shout-out naar hun. Hij is niemand te downloaden, begreep ik of zag ik eigenlijk. Wellicht dat hij in de toekomst wel nog komt, maar voor nu in ieder geval even niet. We gaan voertuigcontrole doen. Mijn collega gaat achterin controleren de lifepack en zo. En wij gaan de blauwe lichten testen. Ik zou zeggen, ik zie jullie zo meteen na de voertuigcontrole. En bij de eerste melding. We gaan voor de eerste melding eens naar de Davis Avenue. Al daar is een voertuigongeval gebeurd. Aanrijding, letsel. Ik weet niet wie... Yes, alles dicht. Ik weet niet precies wat of wie aangereden is. We gaan een kijkje nemen. Oh ja, dat gaat helemaal goed. Ja, dat gaat perfect. Ik merk het alweer. Dat had ik niet verwacht, want ik was er net mee gaan crossen. En toen kreeg ik dit niet. En nu ineens wel. Maar goed, dan moeten we maar wel voorzichtiger door de bochten gaan. Nee, dat had ik echt niet verwacht toen ik er net mee reed. Anders had ik het nog wel aangepast. Maar ja, kan gebeuren toch. Gebeurt het echt ook wel eens. Knipoog, knipoog. Jongen, jongen, jongen. Ja, aan de kant dan. Ja, nogmaals. Of, nou, nogmaals. Toen ik deze ambulance wat vaker gebruikte, toen zei ik altijd dat de versneller wat raar was. En die is nog steeds raar, vind ik zelf. Hoi, goeiedag. Oké. Zijn we mijn collega nou vergeten? Nou, mijn collega is de weg. Die is geloof ik eruit gevlogen bij het ongeval ofzo. Oké, deze persoon is er heel slecht aan toe. Een ademhaling van 8, een saturatie van 80 en zijn leven is nog maar 14%. We gaan meteen zuurstof toedienen, want dat moet echt gebeuren. Saturatie van 80 is zeker dodelijk. Er komt een tweede ambu zo te zien. Daarbij gaan we ook nog even trauma treatment doen. En wonder treatment. En als we dat hebben gedaan, dan gaan we nog wat medicatie geven. En dan gaan we richting ziekenhuis met spoed. Waarom doe je dit nou? Slachtoffer liggen op de brancard. En wij gaan A1 naar het ziekenhuis. Maar er staan auto voor ons, kunnen we natuurlijk niet langs.
Zo, aankomst ziekenhuis. En we gaan vragen of mijn collega weer terug wilt komen. I can only have one partner. No, delete partner, get partner. Zo, nieuwe collega. Moet je wel even instappen. En we gaan door naar de volgende melding. Als je niet instapt, vriend, dan rijd ik gewoon door. En zie ik je bij de volgende melding wel. Meestal spant hij dan zo ineens naast mij of stap je nou wel in. Oké, dan gaat hij ook nog vechten met me. Is helemaal lekker ben jij. We gaan naar een reanimatie. Zo te plaatsen, super mooi gereden weer. Hallo. Ik denk dat het maar goed is dat ik met dat busje niet dat ik met dat busje over de kop kan slaan, want anders ga ik echt te hard rijden. En dat is natuurlijk ook niet helemaal realistisch. Want ik merkte, ja oprecht, voor de opnames had ik er even een stukje vanaf waar ik inspande naar de post had ik met spoed dan gereden. En ik, ja, ik vloog nergens door de bocht. Dus ik dacht, ah lekker dan. Dan kunnen we lekker mee crossen. En nu de eerste beste bocht die ik nam, vloog het over de kop. Maar ja, kan gebeuren toch? Even kijken. We hebben ritme, yes. Nee, niet aanrijden. Reanimatie succesvol, persoon gaat mee in de ambulance en we gaan met spoed naar het ziekenhuis. Groen gaat automatisch aan. Dat valt mij tijdens de spoedrit. Kijk, nu gaat hij uit, maar op het moment dat je uitstapt gaat groen aan. Ik wil net zeggen, het valt mij niet tijdens de spoedritten op, maar het is alleen als je uitstapt. En dat kan ik me dan inderdaad weer herinneren van voor de... Of van vroeger zal ik maar even zeggen, toen zei Lars dat ook al tegen mij. Dat een bekende beuk is. Of ja, beuk, ja, nou, ik noem het even beuk. Voordeel is, of ja, wat je kunt doen altijd als je een patiënt achterin hebt liggen, is gewoon gebruik maken van elke rijbaan die er is. En heel asociaal gewoon alles meepakken. Dus ik ga nu een beetje naar links. Nu een beetje naar rechts. En nu weer een beetje naar links. En dan draai je gewoon een heel soepel bochtje. En heb je niet zoveel last, of dan hebben ze achterin niet zoveel last van jouw rijgedrag. Patiënt afgeleverd en we gaan door. Zonder collega, want die boeit me niks meer vandaag. Maar ja, na een melding kun je natuurlijk lekker scheuren. Vanaf een melding moet je natuurlijk wel rekening ermee houden tot een collega achterin staat. Au.
En een patiënt achter een licht die misschien nog misselijk is. Ja, 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 rij maar door. Doei, groetjes. Oh, jee. We gaan naar een wederom een voertuigongeval nu op de golfbaan. Misschien toen een golfkarretje ook over de kop is gevlogen, net zoals wij het straks. Oh, ging net goed. Was niet mijn fout, denk ik. Nou, het is echt op straat. Ik dacht voordat we weer verkeerd rijden, want als het hier blijkt te zijn op de golfbaan, moeten we even hier naar binnen, maar het is echt op straat. Jongen, jongen, jongen. Je ziet het eigenlijk gewoon gebeuren met het GTA verkeer, hè? Oh, 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 oh. Gaat keigoed hier. Zo. We staan weer heel mooi geparkeerd. Goeiedag, Schotel. Hallo. Ik zal eens kijken. Is het een aanrijding motor? Voetganger of is zij zelf motorbestuurd? Ik zie geen helm, dus we weten het niet. We gaan wel even patient's history vragen, want dat vergeet ik nog wel eens. Controleer natuurlijk eerst of hij nog leeft. En dat doet hij, maar hij is zwaar gewond, zie ik alweer. Oké, okay, wat hebben we van hem? Even kijken. Ja, dit zie ik allemaal niet. Ja, ja, oké. Okay. Allergisch voor ibuprofen, oké. Okay. Het begint met hypertensie, diabetes. Ik geloof dat hij vol in de remmen moest toen iemand overstak. Dat kan ik er een beetje uit, uitleiden. We gaan hem in ieder geval wat zuurstof toedienen ter ondersteuning. Mevrouw, niet zo gemeen zijn. We gaan nog traumatreatment doen. We doen gewoon weer alles, hè. Behalve CPA natuurlijk. Wondenverzorging. En nu gewoon maar even medicatie voor onderweg. En moet hij duidelijk opknappen zometeen. En dan gaan we naar het ziekenhuis met hem. Idiot. Ik wil een auto-alarm. Maar welke? Ah, daarachter, die Audi. Mevrouw, doe nou eens rustig. We zijn al bezig met patiëntenzorg. Die gaat zo om ons heen rijden, let maar op. Niet zo tuteren. Ja, nou, stap in vriend. We gaan A1 ziekenhuis, want je was zwaar gewond. Het GTA verkeer, dat kan toch gewoon niet wachten, hè. Oh, oh, ik was iets te snel. Stap in, stap in. Dat was het stoeprandje. Nou, we gaan hier even rechts en dan links. Hopelijk begrijpt het verkeer wat ik ga doen. Zo te zien allemaal wel. Lekker gewerkt mensen. Gaan we hier rechtsaf of rechtdoor. Vrije baan houden we gewoon aan. Groen licht, dus we kunnen gassen.
hier rood licht, maar hier komt toch niks behalve een smart, en die heb ik gezien. En aankomst ziekenhuis. No! Niet zo schreeuwen, meneer. Zo, patiënt afgeleverd en ik ga meteen door met een nieuwe video opnemen. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Als alles goed gaat, dan zal het een video zijn met de fiets. En niet zomaar met de fiets, want we gaan het een en ander doen wat ik nog nooit eerder heb gedaan. Dus ik zou zeggen, tot dan. Ben benieuwd. In ieder geval zaterdag of zondag online. En doe een blauwe duimpje omhoog. Meer heb ik niet te zeggen. Doei!